We varen nog steeds stroomopwaarts. Het wordt steeds mooier hier, vind ik. Steeds groener. Geen industrie meer in de wijde omtrek. Kleine eilandjes met dieren. En daar een ploeteraar in een bootje. Veel gasten genieten van de zon hier aan dek. Het is nu donderdag, laat in de middag, 5:30. We varen richting Aswandammen. De Nijl is hier werkelijk schitterend met die begroeiing aan beide kanten. De ondergaande zon. Terugkijkend. In de kamer waar ik zit heb ik weinig last van het motorgeluid. Maar de mensen die op het achterschip en dan op de laatste verdieping zitten, die hebben erg veel last van de motoren en kunnen vaak niet slapen.
Van een Nederlandse arts hier aan boord hoorde ik dat zwemmen in de Nijl levensgevaarlijk is. Er zijn bepaalde, ja, bacillen of bacteriën, weet ik niet meer. Maar die veroorzaken een dusdanige leverziekte dat je daar kanker van kunt krijgen, leverkanker. En er zijn wel medicijnen tegen, maar het is een heel gedoe. Je kunt heel lang ziek ervan zijn. Het kan heel lang duren voordat je geneest. Dus zwemmen in de Nijl wordt niet gedaan, ook niet door de Egyptenaren. Alle groenten aan boord en al het voedsel sowieso wordt bereid met mineraalwater. Dus je kunt hier gewoon sla eten bijvoorbeeld. In Indonesië wordt dat altijd afgeraden. De Nijl is tamelijk ondiep en hele grote schepen kunnen hier dan ook niet varen. Dat heeft ook te maken met de bruggen die niet zo hoog zijn. Je moet er onderdoor kunnen natuurlijk. Dus meer dan 3 verdiepingen hebben de schepen hier meestal niet. Op dit schip zitten nu zo'n 90 passagiers. Onze groep bestaat uit 18 mensen uit Nederland. We hebben een prima gids. Hij heet Mohammed. Hij vertelt heel veel. Je kunt altijd bij hem om raad vragen ook. Hij spreekt redelijk Nederlands. Wel met een accent. Je moet wel heel goed luisteren. Maar het is allemaal heel informatief wat hij vertelt. Dit is werkelijk een droomreis. Een reis die ik altijd al eens heb willen maken. Leuke gesprekken gehad al met mensen. Onder andere een purser. Een vrouw die leiding geeft aan de stewardessen bij de KLM. En die nu een weekje vakantie heeft en haar reis hier doorbrengt. En dit ook een zeer bijzondere excursie en een zeer bijzondere cruisevaart vindt. Verder met een corrector en ja, nog wat andere mensen, tafelgenoten van me. Prettige mensen allemaal.
hier bij de afstandband zijn. Het is al nu op 11, 's avonds. En daar liggen hier talloze boten. Nog Luca's.